Waarom krijg ik maar 29 minuten en 58 seconden? Ik word gediscrimineerd. Hier, hier loopt hij weer terug. Nee, ik kijk toch niet naar het klokje. Ik lul toch gewoon door. Ik ben hier toch de baas. Zo is dat. Ik ben de baas. Fijn toch? Hè? Ja. Wie betaalt, bepaalt, zeg ik toch altijd. Ja. Tot op zekere hoogte. Ja. Ja, tot op zekere hoogte, dat is waar. Het zijn hele lieve mensen hier. Ze horen me namelijk. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Profile hier op 7ditches.tv. Met dit keer als gast bij mij de directeur van FNV Zelfstandige, Linde Gongrijp. Linde, van harte welkom. Dankjewel. In mijn talkshow. Ja, leuk. Jij vindt het leuk? Ja, tot nu toe wel. Kijken we over 30 minuten wat je er dan van vindt. Wie is Linde Gongrijp? Tevreden mens. Iemand die met veel passie werkt aan de belangen van de zelfstandigen. Ondernemend type, zou ik zeggen. Dat is wel handig ook, hè, denk ik, toch? Dat is wel belangrijk, hè? Als je met die materie bezig bent. Actief, ja. Ik hou van het leven eigenlijk. Waar woon je? Eiburg, Amsterdam. Is dat Amsterdam, ja? Nou, eigenlijk is het wel over psychologische grenzen. Het is buiten de ring. Ooit was er een referendum, heb ik tegengestemd toen. Ja. Maar uiteindelijk ben ik er toch gaan wonen, gewoon heel praktisch. Je hebt er gewoon mooie huizen. Rijdt er een tram? Er rijdt een tram, die gaat heel snel. Dan is het gewoon Amsterdam. Je hebt gestudeerd, las ik, politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam, de UvA. Ja. Altijd in politiek geïnteresseerd geweest? Of was het eerst zoiets van, ik weet niet wat ik wil en het is wel een lekker brede studie of zo? Ja, nou, het was meer eigenlijk, mijn interesse was altijd geschiedenis. En toen dacht ik, wilde ik eigenlijk geschiedenis gaan studeren. En toen zei iedereen, ja, geschiedenis, ja, word je leraar? Toen dacht ik, nou, leraar worden, dat wordt hem niet. En politicologie was eigenlijk een goede tweede keuze, omdat het ook wel breed is. En ik ben ook afgestudeerd vrij doctoraal nieuws en geschiedenis. Binnen de politieke wetenschappen. Want wat wil je worden eigenlijk? Ik wilde documentaires maken, historische. Heb je ook nog gedaan? Tenminste, je hebt geen documentaire. Want wat las ik nou? Je hebt in die tv-wereld rondgaan, hè? Als kind keken we altijd naar de BBC The World at War. Keken jullie daar als kind naar? Ja, dat vond ik echt geweldig. En met de hele familie keken we daarna. Wij keken Avro's Weekend Quiz. Ja, wij keken naar The World at War. Echt waar? Ja, echt waar, hè? Ja, ik heb ook in Engeland gewoond, dus misschien dat het daar... En ik had altijd wel interesse in de Tweede Wereldoorlog. En mijn moeder heeft in een jappenkamp gezeten. Dus een beetje uit die generatie komen zij natuurlijk ook. En als kind vond ik dat zo mooi, hoe die Britten van die historische documentaires konden maken. Dus ik heb altijd heel lang gedacht van, dat is wat ik wil doen. Geschiedenis, maar dan wel op een goede manier maken en andere mensen daarmee meenemen in wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Dus dat is heel lang eigenlijk een droom voor mij geweest. En je hebt ook in die tv-wereld rondgehobbeld, toch? Ja, ik heb een paar jaar rondgehobbeld en toen dacht ik van oké, het is heel leuk. Alleen de BBC-documentaires, dat is het nog niet helemaal, hè, in Nederland. Het was ook heel moeilijk om dat wel voor elkaar te krijgen. En ik kwam er ook achter, ik ben geen verhalenverteller. En toen dacht ik van dit wordt hem niet, want ik ben geen regisseur. En produceren op een gegeven moment wordt het ook een beetje saai. Ja. Dus dat was hem niet. Dus die droom bleek in het echt iets minder roze. Ja, nou ja, leuk dat ik het gedaan heb. Maar toen was het, dacht ik, ga ik wat anders doen. Je vertelde net van je ouders uit een jappenkamp. Hoe vormt jou dat in je opvoeding, zeg maar? Los van het feit dat je documentaires van de BBC moet kijken. Maar ik weet niet of dat enig verband heeft. Maar hoe vormt jou dat als mens? Dat de achtergrond is van je ouders? In die zin dat er gewoon altijd wel veel gesproken werd over de oorlog of over geschiedenis. Ja. Dus eigenlijk wel mooie avontuurlijke verhalen. Ik bedoel, de Jappenkamp heb je natuurlijk hele nare verhalen. Maar mijn moeder had de mazzel dat het redelijke kampen waren. Dus ik heb bestaan niet die? Ja, die waren wel redelijk. Je had ook wel goede kampen die goed geleid werden. Ik bedoel, het was wel de oorlog. Dus de oorlog was altijd wel aanwezig. Maar nooit op een hele dramatische manier. Dus heeft het gevormd? Misschien wel in de zin dat ik wel bewust ben van... in wat voor fijn het is, wat voor land we leven. En dat je wel historisch besef krijgt waarom dingen zijn zoals ze zijn. Ja. En dat je daar wel gevoel bij hebt. Ja. Wel in die zin. Dus ik zie het meer als iets positiefs, dat je dat als kind hebt meegekregen en dat je die verhalen, dat je aan je open kon vragen hoe was dat dan, en dat hij ook uitlegde hoe die oorlog in elkaar zat. En daar werd wel over gesproken. Daar werd gewoon over gesproken. Ja, ik ken ook veel gezinnen waar dat dan niet meer aan de orde is, zeg maar. Dus dat het er wel is, maar dat er niet over gesproken wordt. Nee, bij ons werd er altijd wel over gesproken. Eigenlijk heel open en vrij. Dus dat is eigenlijk wel misschien positief. Kom jij de ondernemersnest of niet? Nee, ik kom niet uit een ondernemersnest. Ik kom meer uit een nest waarbij wel... veel mensen, zal ik zeggen, mijn opa was hoogleraar en de andere was ingenieur. Dus wel mensen die heel maatschappelijk betrokken. Ik denk dat daar dat soort nest kom ik wel. Dus maatschappelijk betrokken,
weten wat er gebeurt in de maatschappij, daar ook een mening over hebben. Dus dat is meer de roots waar ik vandaan kom dan dat het nou een ondernemersnest is. Wel een nest waarvan gezegd van je moet wel iets bijdragen aan de maatschappij. He, dus als meisje, je gaat gewoon studeren en je moet voor jezelf zorgen en je moet een goede opleiding volgen. En dus dat is wel, wel een bepaalde ambitieniveau werd er wel neergelegd. Die maatschappelijke betrokkenheid, wat dat betreft spannende tijd nu, ja. Volgens mij, in alle opzichten. Los van je rol die je bij FNV Zelfstandig zo meteen over kan hebben. Als je nou, want we leven nu in de tijd, het kabinet is een beetje rond. Ja. En dus de bordesfoto kan gemaakt worden zo'n beetje. Even vanuit jouw professionele pet die je nu op hebt. Wat zijn wat jou betreft, als je een kop koffie met Rutte en Samson zou mogen drinken? Je hebt een half uurtje. Ja. Wat zou jouw belangrijkste thematiek zijn tijdens het half uur? Wat je hun zou willen vertellen? Nou ja, ik zou toch zeggen van kijk nog naar die sociale zekerheid. En kijk of je daar toch stappen voorwaarts kunt maken. Dat je die veel meer kunt laten aansluiten bij de realiteit van de arbeidsmarkt. En van de keuzes die mensen willen maken. Want ik zie toch dat die sociale zekerheid heel rigide is. Hè? Je zit erin. Hoe doe je dat? Maar maak eens concreet. Nou ja, bijvoorbeeld sociale zekerheid. Alles is opgebouwd. Je bent werkgever of je bent werknemer. Ja, ja. En that's it. Ja. En meer smaken zijn er niet. Nee. En als je iets op een andere manier werkt, of je bent een tijdje ondernemer en dan ben je weer werknemer. En dan kunnen we niet meer. Dat past niet in de regelgeving. Dat past niet in de regelgeving. Mm. En dat past eigenlijk al heel lang niet in de regelgeving. Past eigenlijk al zo'n 20 jaar niet meer in de regelgeving. Probeer daar nou een stap voorwaarts in te maken. En kijk nou hoe je daar veel meer een soort balans, een nieuwe balans in kunt vinden. Mm. En concreet zou ik zeggen, nou, probeer nou echt ook de pensioenregeling voor zelfstandig mogelijk te maken op vrijwillige basis, dat die ook collectief pensioen kunnen opbouwen. Daar wil ik straks nog even terugkomen. Ja. Daar word ik al een beetje kriegelig van, maar dat komt straks goed. Ja, dat weet ik. Ik probeer een soort lijn in het gesprek aan te brengen. Ja. En, dus ik wil eigenlijk beginnen even met de moederparaplu en dan maken we straks het bruggetje naar de zelfstandigen weer terug. Ja. FNV. Ja. Ik heb me er eens in verdiept in die club. We schijnen al een tijdje te bestaan. Ja, zeker. En toen las ik ook, jij noemde het. Niet alles tegelijk, Ronnie. Ja. Je hebt nu een groepje jonge ondernemers van pak een beet begin 20. En die moet je uitleggen wat FNV is. Ja. Wat zeg je dan? Niet zelfstandig, hè? Gewoon als club, als hele club. Nou, ik begin al te zeggen, want die vraag wordt heel vaak gesteld. Ja, FNV, wat moet ik daar nou eigenlijk mee? Ik zeg, ja, weet je, we hebben in deze maatschappij heel veel te danken aan het feit dat er altijd een sterke vakbeweging is geweest. Het feit dat je vakantiedagen hebt, komt door de vakbeweging. Okay. Het feit dat arbeidsongeschiktheid goed geregeld is, komt door de vakbeweging. Het feit dat er een pensioenregeling is, komt door de vakbeweging. Het feit dat er toch redelijke welvaart is, komt mede door de vakbeweging. Dus een maatschappij heeft baat bij een vakbeweging die vooral mensen insluit, die redelijke lijn volgt. En dat is van belang. Het is ook belangrijk voor werknemers. Ja, voor werknemers, maar ook wel voor werkgevers. Want werkgevers hebben er ook geen baat bij als de vakbeweging implodeert, uit elkaar spat. Met wie moeten ze dan overleggen? Met wie kunnen ze dan deals sluiten? Dus ik denk al, wil je in een land een beetje een redelijke, ja, gewoon opbouw van de verzorgingsstaat, van regelgeving, wil je dat er regels zijn die mensen insluit, die gedragen worden, zoveel mogelijk mensen, dan zul je toch een overleg moeten hebben tussen werkgevers en werknemers. En de werknemers die vertegenwoordig je in de FNV? Onder andere. Hey, maar jij noemde het ook een slangenkuil. Ja. Kijk, dat is een vuile journalistenvraag is dit. Ja, het ging alleen maar om macht. Ja, nou, dat is natuurlijk ook zo. Dat zie ik nog steeds. Kijk, heel veel mensen vragen wel eens aan mij, wat doe jij in godsnaam bij de FNV? Nou, de FNV is een club waarbij ik nooit heb gedacht dat ik er ooit zou gaan werken. Nee. Maar nu ik er zit, zie ik toch dat het, nou, wat ik zei, dat het belangrijk is voor een maatschappij. Dat er een organisatie is die opkomt voor mensen die werken. Ik moet altijd bij de FNV, de laatste jaren, dan mij irriteren ze veelal, want ik moet altijd, als ik ergens de schurft aan heb, dan is het dan mensen met goedkope petjes en plastic jasjes die een dagje uit zijn en met een grote grijns al feestend aan het staken zijn. Daar word ik helemaal kriegelig van. Nou, dat is er ook, maar dat beeld is niet het enige beeld wat er is van de FNV. Dat beeld wordt natuurlijk ook wel heel duidelijk uitgevend door journalisten, laten we wel zeggen. Dat beeld is er ook en ik moet je ook zeggen, ik stoor me daar ook aan. Want de FNV is natuurlijk wel heel erg gebaseerd op staken en actie en hebben wat je houden wilt. Ja. Dat is een deel van de FNV en dat is er ook, want het is ook gewoon een deel van de maatschappij. Ik bedoel, kijk waar mensen op stemmen. Hè? Dus er zijn heel veel mensen die graag willen hebben wat ze behouden willen. Dat is niet alleen maar de FNV. De FNV vertegenwoordigt een stroming in onze maatschappij. Maar de FNV is natuurlijk ook de partij die probeert met werk
werkgevers tot redelijke akkoorden te komen. Akkoorden die zowel voor werkgevers van belang zijn als werknemers. Dus het is heel moeilijk soms om uit te leggen dat de FNV van belang is. Toch probeer ik het altijd. En waarom ik erin zit is omdat ik zeg van ja, weet je, je moet ook proberen die FNV mee te laten bewegen met die arbeidsmarkt. En dat zie ik ook wel een beetje als mijn rol. Ja, oké. Okay. Maar nu zijn we nog niet uit, want jij noemt wel een slangenkuil. En het is ook een slangenkuil. Het is ook een slangenkuil. Daar word je toch gek van? Dat is toch bijna politiek? Ik bedoel, in grote bedrijven is het natuurlijk ook soms een slangenkuil. Ja, maar dan is het geen politiek. Dus dan kun je in ieder geval wat bruter, korter de bocht met elkaar de discussie aan. Want ze zijn nu... Het is ideologisch vaak. Dat is vaak het moeilijke. Is het ideologisch of is het macht? In de zin van, ik zit op een bepaalde stoel en ik heb wat te zeggen en daar wil ik aan vasthouden. Dat is het ook. Het is een behoorlijke slangenkuil. Dat hoef je ook al had je niet gezegd, dan had ik het zelf wel geconstateerd. Dat is het afgelopen. Kunnen we stellen dat de FNV zoals het was gebaseerd is op de arbeider uit de jaren 50, zeg ik even heel gechargeerd, mm-hmm. en niet meer op de arbeider van 2013? Ja, ik denk dat de grote vraagpunt is. Ook nu, toch? Ja, precies. Dat beseffen ze zich terdege. En dat zie je gewoon in de ledenaantallen. Die gaan gewoon achteruit. Waarom? Ja, omdat ze doodgaan. Die mensen die lid waren, ja, die gaan dood. Ja, of die worden oud. Dat is zelfs met de publieke omroepen, hetzelfde verhaal. Die gaan ook en die jongeren die voelen zich onvoldoende vertegenwoordigd of die voelen zich onvoldoende aan. Ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Ik ben echt een nitwit. Ja, ik leef in echt een andere wereld. Gelukkig kan ik je dat uitleggen. Ja, want ik werk bij niet in de vrije sector, ik werk bij een bedrijf, bij de Bijenkorf. Ja. Even zin maar wat. Moet ik dan lid worden van de FNV? Dan ben ik al lid. Omdat je kiest. Los van waar je werkt. Als individu. Ja, word ik als werknemer lid van de FNV. En daar kun je voor kiezen. En niemand dwingt je. Het is geen pensioen achter iets. Als je ergens werkt, word je automatisch lid van de FNV. De FNV is nooit zo slim geweest om met werkgevers deals te maken voor al jouw werknemers automatisch. En wat kost dat dan? Dat verschilt per bond. Maar meestal kost het. Hoezo per bond? Wat is een bond? Een bond is een vereniging. Hè? Dus je hebt dus elke. Je hebt een stuk of 20 of zo. Hè? Je hebt er nu even kijken, er zijn 19. Er wat afgevallen. Er waren er 19, nu zijn er geloof ik. Maar dat 6. Zijn bonden, dat zijn soort afdelingen binnen. Dat zijn verenigingen. Binnen FNV. Dus je hebt de FNV, de grote koepel, en hangen losse clubs onder. En jij FNV zet zelfstandig een eentje club. Van. En zo heb je er een zootje. Ja. Want jullie zijn een vreemde eend, vind ik dan, in de bijt. Ja, zijn we ook. Daar gaan we zo meteen echt over praten. Ja. Maar die andere afdeling, dat is op sectoren gericht. De bouw of de whatever. Ja, precies. Maar dan kan ik lid worden van zo'n club. Ja. Wat kost dat dan? Ik denk dat het rond de 15 euro per maand, denk. Maar dat wisselt, want er zijn ook wel bonden. En hoeveel mensen in Nederland zijn lid van de vakbonden? 1,4 miljoen. En hoeveel mensen werken er? Er werken, even kijken uit mijn hoofd, ik dacht 8,6 is de beroepsbevolking. Je hebt de FNV heeft 1,4 miljoen. En dan heb je nog de CNV, die heeft over 500.000. Dat is een christelijke variant. En je hebt de MAP, dat is voor de hoger opgeleide. Die hebben er ook zoiets. Dus ik doe het heel erg uit, ik denk rond de 2 miljoen. Dus of het 24%... Ongelooflijk. Die doen dat uit vrije wil. Moeten ze echt een actie voor doen. Inschrijven, ik word lid van de FNV. Ja. Of lid van de MAP, of lid van de CNV. Maar dan wordt natuurlijk ook aangejaagd door werkgevers. Nee, kan ook, maar werkgevers hebben ook hun VNO. Daar worden werkgevers lid van, of ze hebben MKB. Dus Nederland is natuurlijk wel een land waar mensen altijd de traditie lid worden van een clubje. Van een club. Je wil ergens bij horen. Je denkt van nou, samen sta je sterren. Dus als ik heel bruut zeg, die FNV-jongens uit de jaren 50 hebben helemaal geen bestaansrecht meer, dan lul ik compleet op mijn nek. Ja. Want er zijn meer dan een miljoen mensen lid van. Precies. En ze hebben voor sommige punten hebben ze wel degelijk bestaansrecht. Alleen, de vraag is natuurlijk... Hoe vullen ze dat in? Want een miljoen, meer dan een miljoen leden, en die betalen 15 piek per maand. Ja. Zo. Ja. Dat is dik veel geld. Ja, en dan kopen ze petjes van en jasjes. En maar daar doen ze ook onderhandelingen voor. En daarvoor sluit. En doen ze ook veel dingen. Hoeveel ruis zit er? Hoeveel geld wordt daar besteed aan dingen waarvan je denkt niet doen? Dat is fout. En te veel dikke salarissen en allemaal dit soort dingen. Ja, dikke salarissen vallen bij de FNV. Dat is wel redelijk strak geregeld. Ja, het is net een beetje als een organisatie. Kijk, waar natuurlijk heel veel geld in gaat zitten bij de FNV is de individuele belangenbehartiging. Hè? Dus jij bent lid van een bond of van een vereniging. En je hebt een probleem met je werkgever. Nou, dan betaalt de vereniging jouw rechtszaak. Ja. Dus daar rechtsbijstand en dat soort dingen. Dus daar gaat heel veel geld in zitten. Ja, luister, lieve Linde. Ja. Maar dan hoef je het ook allemaal voor zelfstandige ondernemers niet te regelen. Waarom zit je dan met een ZZP-club erin? Wij zijn erin gekomen eigenlijk vanuit de gedachte dat wij vinden dat de arbeidsmarkt beweegt. Ja. En dat de FNV eigenlijk moet meebewegen. Dus het is eigenlijk... Ja, maar...
Ja. Dacht van hé, FNV, je bent belangenbehartiger. Probeer nou ook belangen te behartigen voor mensen die op een andere manier werken dan die werknemer. Ja, oké, maar is een ZZP, want we hebben het over ZZP'ers hier, hè? Ja. Tenminste, je bent FNV zelfstandigen. Ja. Maar je noemt, dat zijn ZZP'ers. Ja. Zelfstandig ondernemers. Zelfstandig professionals. Zoers. Ja, maar ZZP is toch een K-term? Ik vind het een verschrikkelijke term, want het zegt eigenlijk wat je niet hebt, namelijk personeel, maar het zegt niet wat je wel bent. Dus zelfstandige ondernemers. Maar dat vind ik een betere term. Ja, maar dat zijn toch ondernemers? Ja. Ja, maar die hoef je dan toch niet met een werknemersclub te helpen? Die hoef je toch niet allemaal... Ja, maar wij zijn ook geen werknemersclub als FNV-zelfstandigen. Dat is natuurlijk dat is de rol, dat is de vreemde eend die wij dus zijn. Ja. Wij zijn de club binnen de FNV die heel sterk zijn... Voor de individuele belangbaar, ik overtuig je helemaal niet, hè, ik duik er voor de eerste keer in mijn leven nu eens een keer in. Okay. Ja, maar dat is het leuke van mijn beroep, dat ik dan ook mezelf verplicht om heel erg te doen. En je doet je best om het te begrijpen. Nee, maar wat ik wil weten is, als jij toch kiest voor zelfstandig ondernemerschap, dan ben je toch wars van dat soort clubjes? Waarom? Nou, dan ga je in loondienst als je dat allemaal eng vindt. Ik wil dat zelf regelen. Nee, maar jij vindt het toch ook fijn om een club... Maar je vindt het toch ook prettig om te zeggen van... Nou, ik ben zelfs ondernemer, maar als ik een incassenprobleem heb... heb ik een club die voor me dat geregeld. En als ik een niet betalend opdrachtgever heb, wordt dat ook geregeld. En trouwens, als ik iets wil weten over mijn VAR... of over mijn algemene voorwaarden of mijn contract in orde is... dan kan ik lekker naar een club kan ik bellen van wil je het even checken. Daar worden heel veel leden van ons lid voor. Voor die dienstverlening. Maar je vindt het ook prettig dat als jij een probleem hebt over een lobbyonderwerp in Den Haag, dat je kunt bellen en kan zeggen van Linde, zorg nou eens een keer dat Den Haag regelt dat het beter gaat met arbeidsongeschiktheid of pensioen of wat voor regelingen ook. Dus daar worden mensen lid van ons, omdat ze graag willen dat er een club is vanuit de gedachte samen sta je sterk, dat je een stukje zekerheid hebt op juridisch gebied. Dat je tegelijkertijd ook een stukje inkoopvoordeel hebt. Ja, maar incasso, of dat soort rechtsbijstand, dat soort shit, kan ik toch zelf regelen gewoon? Dan kan ik toch gewoon online en dan schakel ik, dan kun je toch... Is veel duurder. Aha. Ja, simpel zat. Ja, ja. Als jij een rechtsbijstandverzekering wil afsluiten. Bij jou is het gewoon goedkoper. Het is gewoon goedkoper. Dus zijn mensen eigenlijk gewoon een dief. En hoeveel ZZP'ers zijn er? 765.000. En hoeveel zijn er lid bij jou? 15.000. Maar van die 765.000 is wel onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar de inkomen, hè, als de groep die echt alleen maar afhankelijk is van hun ondernemerschap, heb je het over ongeveer 300.000. Want er zijn natuurlijk ook, daar hoor je wel eens gekscherend, want er zijn natuurlijk heel veel ZZP'ers, die noemen zich ZZP'er. En dan zegt iemand gekscherend, dat zijn eigenlijk gewoon werknemers en die zijn ontslagen. En die zijn noodgedwongen, noemen ze zich ZZP'er. Nou ja, die zijn... Zijn het ondernemers? Ja, dat kunnen ook best ondernemers. Kijk, het maakt me niet uit of jij nou ontslagen bent en je begint voor jezelf, kan je best een goede ondernemer zijn. Toch? Maar is er een verschil tussen... moet je een scheidslijn aanbrengen tussen de ZZP'er... in de zin van de eenpitter die eigenlijk... Ja, ik noem het wel eens een werknemer die factuurtjes stuurt, weet je wel? Vaak ook nog naar een paar oude werkgevers of klanten die ze goed kennen. Moet je daar een scheidslijn aanbrengen tussen dat soort... Het is geen waardeoordelen, wat die gasten doen. Maar dat is wat anders, vind ik, dan dat je echt onderneemt. Nou, wij maken altijd een beetje een scheidslijn tussen een groep waarvan wij zeggen die... zijn geen ondernemers in de zin bijvoorbeeld omdat ze niet investeren in hun ondernemerschap. Die kunnen niet onderhandelen over hun tarief. Ja. Die hebben vaak lage tarieven, rond de €20. Ja. En worden ingehuurd door oude werkgevers. Nou, en dat is ook een groep waar heel veel discussie om is. Hè. De Volkskrant, elke keer staat er weer iets over die zielige zelfstandigen. Ja. Daarvan zeggen wij eigenlijk van weet je, dat zijn geen zelfstandigen. Dat zijn feitelijk mensen die in loondienst zijn. Ja. Dat is het onderscheid dat wij maken. Waarom? Omdat het de groep is die het beeld over die andere zelfstandigen... die ontslagen zijn of niet, maar in ieder geval voor zichzelf... bewust die keuze hebben gemaakt, een beetje vertroebelt. Dus dat is het onderscheid dat wij maken. Snap je? Is dat een beetje helder? Ja, is helder. En je hebt natuurlijk ook de zelfstandigen. Dat noemen wij dan topzelfstandigen. Dat zijn de advocaten of de interim professionals... die zichzelf voor €350... Weet je, die zijn er ook. Maar het is altijd zonder personeel? Het is altijd zonder personeel. Bij ons. Dus als je het heel zwart-wit zou definiëren... is iemand met personeel valt eruit. Die zijn lid van MKB. Ja, whatever. En iemand die in loondienst ook, maar alles wat er tussenin zit. Dus als je niet in loondienst bent en je verdient op eigen houtje je centen... Voor eigen rekening en risico. En je investeert in je bedrijf en je hebt een website... en je verschillende opdrachtgevers en je investeert in je vakmanschap. Ja, en of je nou een topondernemer... Hoeveel concurrenten heb je als FNV zelfstandige? Want je hebt ook... Zijn we het andere clubs ook? Nou ja, ik zie ze meer als conculega's. Jerry Helmers, die zat...
is dat jou weer te betuttelen? Ah, die best altijd. Die best altijd iedereen. Maar dat is een beetje de Geert Wilders van de ZZP. Oh ja, is dat er zo een? Ja, is een beetje. Maar die zegt dat is, zijn club is ook een ZZP-club, maar die doet het echt vanuit ondernemerschap. Oftewel, ja. Dat doe jij dan niet. Tegelijkertijd denk ik wel... Vraag het aan Thierry. Ja, die is er niet. Oh, goed antwoord van je, zeg. Goed, hè? Oeh, vaker pers gedaan. Luister, is de... en dan meen ik wel serieus. FNV zelfstandig, moet dat wel onderdeel zijn van zo'n FNV-club dan? Nou ja, god, die discussie vuren wij intern natuurlijk ook heel vaak. Kijk, we zijn ooit ontstaan vanuit de gedachte van die arbeidsmarkt beweegt. Ja. En de FNV moet meebewegen. En die moet er zijn voor mensen die werken. En of je dat doet als zelfstandige ondernemer of je doet het als werknemer, daar moet binnen de FNV moet daar ruimte voor zijn. Nou, daar zijn wij voor opgericht. Nou, best wel redelijk met succes. We zijn een van de weinig echt groeiende clubs binnen de FNV. Natuurlijk kunnen we nog veel harder groeien. Ik wil zeggen, want het is natuurlijk een... Het is nog peanuts. Ja. Maar nu is de discussie ontstaan van ja, welke kant gaat de FNV op? Kijk, ja. Wordt de FNV de club die eigenlijk alles wil hebben en houden en wil die ZZP'er weer drukken in de rol van werknemer? Is ja, dat zo? Nou, dat zeg ik niet dat het zo is, maar als dat zo zou zijn, dan zou er geen plek voor ons zijn. Maar ze zijn heel druk aan het beraadslagen wat ze nu allemaal gaan doen. Ja. Dat doen ze ook heel lang over. Het is gewoon een hele grote reorganisatie. Ik bedoel, het gaat over veel geld. Het gaat over veel geld, het gaat over veel leden en het gaat ook over veel belangen. Het gaat over veel... Over veel mensen. Ik bedoel, het gaat over 1,4 miljoen leden. Maar jullie is toch eindelijk is. Ik geef het antwoord al met de vraag natuurlijk, want ik vind dat je er niet thuis hoort. Nee, dat is het helder. Ja, want omdat ik bedoel, ZZP, het wordt alleen maar een nog grotere groeimarkt. Ja. Zekerheid van een baan vervalt. Dat snappen de meeste mensen. Ja. In ieder geval degene die niet bijna met pensioen gaan, maar die gewoon nog even moeten. Ja. Iedereen die snapt dat een baan voor het leven, dat zit er niet. Ze kennen het principe niet eens meer. Dus ik denk dat het steeds normaler wordt om je eigen broek op te houden en na te denken over jongen, ik shop van hot naar her. Maar ook als werknemer word je weer vertrokken. Arbeidsmarkt 2.0 wordt het her en der genoemd. Ja, dat is toch een waanzinnig scenario om te gaan werken. En dan vind ik het, ik vind ook belangenclub vind ik niet goed. Een netwerkclub. Waarom niet? Nou ja, ik... Ouderwets woord. Ja, als jij bent de arbeider en je moet opkomen voor jouw belangen. Ja. Dat is dus alsof er een soort strijd is, weet je wel. Terwijl dat ben ik met je eens. Snap je? Het is geen belang. Het is een netwerkclub of een whatever, weet ik hoe je het moet noemen. Wij noemen onszelf partner in gezond ondernemerschap. Je bent een partner. Je faciliteert mensen als ze er behoefte in hebben. Je inspireert of je faciliteert. Ja. En dat dus is je moet aan hele nieuwe constructies nadenken wat je met zo'n club doet ook. Ja. Daar zijn wij mee bezig. Wij proberen ook voorop te lopen binnen de FNV. Kijk, we hebben binnen onze geledingen echt stromingen. Sommigen zeggen van, je moet eruit stappen. Sommigen zeggen van, nou weet je, we vinden het toch belangrijk dat die FNV moderner wordt. En verandering kun je alleen maar eigenlijk bewerkstelligen door er onderdeel van uit te maken. Nou, weet je, er is voor alles is wat te zeggen. Uiteindelijk is het wel zo dat wij gewoon een democratische club zijn. En dat betekent dat niet ik het bepaal, maar onze leden. Ja, maar daar word ik ook al een beetje kritisch van. Maar ja, weet je, dat is natuurlijk, dat is politiek ook. Ik bedoel, je Rutte stond op een ondernemerscongres een paar maanden geleden. Toen was hij in Rusland ergens geweest. Iets was zo strak geregeld. Ja, soms heeft dat communisme nog wel zijn voordelen. Of zei, oeps, dit was een absoluut foutje, zei hij op het podium. Democratie is natuurlijk een prachtig goed. En dan moeten we. Maar tegelijkertijd die Poolse landdagen. En nou lopen ze weer te koketteren dat het poldermodel komt weer terug. Nou, ik krijg al jeuk bij het poldermodel. Werk aan de winkel, toch? Het is de doel. Ja, het polderbol roept heel veel op. En ik zie aan je dat je echt vindt dat dat niks is. Ja. Maar vergis je niet, dan preek ik toch vanuit, ik zit ook in de SER. En natuurlijk moeten daar ook slagen gemaakt worden. Maar dat er op een plek een overleg is tussen de politiek, tussen de werkgevers en de werknemers en de zelfstandigen. Om toch het compromis te vinden waarin iedereen zich herkent. Ook als een woord. Dat, ja, ik weet het. Het is eigenlijk, weet je. Het is niet ondernemers. Ik snap het ook. Maar toch is het ook belangrijk. Het is gewoon niks voor mij, denk ik. Nee, dat begrijp ik. Daarom ben je ook ondernemer. Ja, maar misschien. Maar word ik dan nooit lid van FNV Zelfstandigen? Nee, denk ik niet. Nee? Nee, ja, misschien omdat je denkt van, nou, die Lin is toch wel een goede meid. Is het een maar, dan mis je, nee, maar dan mis je toch... Dan mis je toch... Want ik vind het best tof om bij een netwerk te horen. Ja. Alleen dat zal niet het FNV zelfstandig zijn zoals het nu is. Nee. Maar als je doorakkert op dat arbeidsmarkt 2.0 en je zou vanuit een hele nieuwe constructie naar een netwerk business club achtige constructie. Ja. Mensen netwerken zich helemaal schil. Ja. Wij zijn het netwerkvolkje van op LinkedIn. Er wordt nergens zo druk genetwerkt op LinkedIn dan in de Nederlandse communities. Wij zijn een netwerkvolk puur. Dus daar geloof ik wel degelijk in. Maar dan niet zozeer vanuit belangenbehartige dingen regelen. Collectief pensioen, ook alweer zoiets. Ik denk van ja, hoezo? Fuck pensioen.
Ja. Voor pensioen? Ja, voor pensioen. Ik bedoel, heb je geen pensioen nodig dan? Nee, natuurlijk niet. Oh, jij niet? Nee, maar lieve Linde. Nee, het gaat niet eens om... Het concept van pensioen is fout. Okay. Het concept van pensioen is... Ik moet jou interviewen. Het concept... Nee, maar dit is leuk. Het concept van pensioen is gebaseerd dat je een kutbaan hebt. En vanaf je 65ste mag je gaan genieten van het leven. Weet je wel? Daar is het hele concept van pensioen op gebaseerd. Ik ben waanzinnig gave dingen aan doen. Ik heb toch geen enkele... Komen we straks nog even. Maar ik wil toch even op dat netwerk. Want dat is voor ons ook een zoektocht. En wij proberen echt die slag te maken. Dus we hebben ook veel geïnvesteerd in die communities. Onze website is ook veel meer community-based. Dus het is ook zo. Je moet ook meebewegen. Je moet ook zorgen dat je aangesloten blijft bij de mensen voor wie je het doet. Ja. Maar je moet je ook niet vergeten dat de ZZP'er niet bestaat. Nee. Er zijn heel veel netwerkende ZZP's en gelukkig doen er dat heel veel. Maar er zijn ook ZZP's die gewoon prettig vinden dat er een club is waar ze kunnen bellen als ze een kassaprobleem hebben. Ja. En die moet je ook bedienen. Ja. En die hebben net zoveel recht of net zoveel mogelijkheden nodig als die anderen. Dus je moet proberen zo'n breed mogelijke dienstverlening neer te zetten. Maar wel dat je het altijd doet met die zelfstandigen. En dat is wel wat wij proberen. En dat is ook de rol die wij proberen in te nemen binnen de FNV. En wij gaan dat proces gewoon heel kritisch volgen. En als het uiteindelijk blijkt dat we zeggen... ja, maar dit heeft geen toegevoegde waarde voor de zelfstandigen... ja, dan hoop ik dat onze leden, want uiteindelijk hebben die het voor het zeggen... zeggen, oké, dan moeten we toch buiten de FNV doen. En dat zal in mei volgend jaar, wordt dat duidelijk. Lieve schat, ik zit op de klok te kijken. Ja. 3 minuutjes. Ja. Mijn laatste vraag. Ja. Openingscongres 2013, dat staat gepland of zo? Van de FNV? Dat ze in een nieuw jasje naar buiten, dat de plannen klaar zijn. Maar ergens 2013, ja, volgens mij. Ja, mei. Dacht ik. Ja, ja. Nou, daar zijn we dan nu. Ja. Doe ze schot voor de boeg. Wat denk je zelf? Ik bedoel, vrouwen zijn zeer intuïtief en die hebben onderbuikgevoel. En dan 2 vragen. Blijft FNV zelfstandig als club onderdeel van het nieuwe FNV, de nieuwe vakbeweging? En wat wordt jouw rol erin? Of is er überhaupt een rol in? Nou ja, ik denk dat FNV zelfstandig aangesloten blijft op een manier bij de FNV. Maar dat we dat wel zullen doen op een plek dat we heel erg los kunnen opereren. En dat we ook allianties aangaan met andere partijen buiten de FNV. Dus dat is eigenlijk het scenario wat ik voor me zie. Is daar een rol voor jou? Misschien. Hangt er vanaf. Ja. En stel dat die er niet is, wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik niet. Ondernemen, waarschijnlijk. Ik hou je in de gaten. Dank je wel voor dit gesprek, Linda. Nou, graag gedaan. En dank je wel voor het kijken naar weer een aflevering van Profile. Kijk voor meer op 7digits.tv. Dank je wel voor het kijken. Dag.